Tegenstanders van de nieuwbouw op het terrein van zwembad en sporthal De Veldschuur hebben een standaardbrief rondgestuurd. De brief, die per e-mail en bij sommigen ook in de brievenbus is bezorgd, moet het makkelijker maken voor omwonenden om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwbouw. Ze hebben hier nog een week de tijd voor. Het oude complex van De Veldschuur gaat tegen de vlakte en wordt vervangen door een compacter gebouw. De gemeente heeft hiervoor de grond teruggekocht van exploitant Laco. Op een deel van de grond worden 35 nieuwe woningen gebouwd. Deze komen naar de smaak van sommigen te dicht op bestaande woningen te staan. En daarnaast zouden alle bomen rond De Veldschuur worden verwijderd. De omwonenden denken dat hun huizen hierdoor in waarde zullen dalen. Het nieuwe complex moet in 2019 klaar zijn. Laco exploiteert het dan weer voor 40 jaar. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.